Een hele goede middag, dames en heren. Het is vandaag zondag. Ik zou even mijn mobiel kijken. 10 maart 2024. Vandaag ga ik bedenken wat ik ga doen in Amsterdam. En dat weten we niet, want ik heb me van tevoren niet gepland. Want omdat gisteren was ik bij iemand thuis chillen. En toen nadat ik thuis ben, terug van een reis, ging ik zo snel mogelijk een short video maken voor bier en spa rood mengen. Samen heet het, hoe heet het gewoon ook alweer? Ik ben een beetje vergeten, dus ik moet even je mobiel in me kijken. En dan staat erop weer eindelijk. Ah, ik weet het weer. Spa Vella. Zelf gemaakt door mijzelf. En dat is gelukt. Dus toen werd ik moe en had geen zin meer om verder te gaan reizen om met de fiets naar uitgaan. Dus de volgende dag werd ik wakker. Ik had geen zin om uit mijn bed te gaan opstaan. Dus ik lag gewoon langer in mijn bed vanwege een biertje. Zelfs vlog ook niet, maar toch moet ik gebeuren. Dus vandaar dus. Nou, kijk, leuk genoeg heet dit. Iemand wil gecontroleerd worden, dus ik moet even kaart uitstelen. Controle, vervoersbewijs is klaar. En toen zei die meneer, bedankt. En toen is hij weer vandoor. Oh my god, vandaag is een gloednieuwe dag. Het is tijd voor een leuke vlog maken, maar ik moet helemaal zelf spontaan zijn. Niet kletsen tegen de kijkers en dan niet te lang wachten. Gewoon onderhandelen en niet zo gek doen. Je moet iets verhaal vertellen. Oh kijk, iemand komt erbij. Hallo. Ja, ik vind je leuk om te zien. En dat is gewoon een positief mooie manier. Yeah! Officieel. Ik zit gewoon lekker rustig hier. Ik ga gewoon kijken naar mensen even zwaaien. Yay. We vinden het allemaal leuk. Ik ga positief tegen hem. Goed bezig allemaal. En ging hij gewoon maar negeren. Dus ik kijk gewoon niks naar bijzonders. Gewoon zo kijken voor niks. Yay, ik ben in Amsterdam en ik heb goed nieuws. Ik heb een berichtje van een bedrijf die naar me toe heb gestuurd en die heeft gezegd, ik heb jouw video vanuit TikTok gezien dat jij promote hebt gemaakt en ze willen met mij in samenwerking. En het is een bedrijf die verkoopt een fatbike en nog een aantal leuke fiets die vet zijn. En dus hebben we elkaar gebeld via WhatsApp. We hebben elkaar een goede connectie. Dus daar heb ik alvast zin in. Morgen naar hen toe reizen en dan zie ik vanzelf wel. Maar dan ga ik ook vloggen nogal. Plus TikTok opgenomen en ook voor Instagram en van alles zeg maar. Wordt een goede reclame. Dus uiteindelijk krijg ik er geld van. Dus dat komt nog later wel, maar nu niet. Maar het allereerst gaan ze voor mijn reis betalen. Dus dat gaat gebeuren echt. Ik vind het goed dat ik heb gedaan met op zoek naar dingen om blij over te zijn. Vandaag even kijken wat ik nu ga doen. Ik verzin maar wat ik ga doen. Ik was bijna aangereden bij een zebrapad. De stoplicht stond op groen, dus ik heb een voorrang. En toen liep ik rustig als een slag. Maar vervolgens ging de auto over de rode stoplicht heen toe rijden. En toen heb ik geen camera in mijn hand, dus ik had er wel uitgezet. Dat verhaal ik heb. Maar maakt me niet uit. Ik kan wel goed praten, influencen en niet opgeven. En ik ben nogal spontaan, meer puur, eerlijk en de waarheid. Ik film als mijn hart het zegt. En het moet niet vanuit mijn hoofd zijn, wel vanuit mijn hart. Omdat uit mijn hart komt de waarheid uit. En van mijn hoofd, als ik aan denken, dan komt het perfecte denken naar Nederlandstalig die niet nodig zijn. En dan vervolgens ben ik gewoon stil, twijfel en stil een momentje. Nou, ik ga me niet hersenen gebruiken, maar wel mijn hart. En dan gaat hij via mijn hersenen en dan zeg ik iets wat uit. That's it. Yo, wonderful. I like it. Dit zijn mijn favoriete fans en ze zijn met elkaar rondjes lopen. En op een gegeven moment vinden we elkaar bijzonder dat we elkaar tegengekomen zijn. En wat ga jij doen? Wij gaan naar een concert. Ja. Top 50 concert. Top 50 concert gaan wij doen. Ja.
jullie hebben een leuk avontuurtje in concert. Even kijken en dan wens ik voor jullie heel veel plezier. Dankjewel. En zij vroeg aan mij van tevoren, mag ik een shout-out naar mijn vriendin toe? En wat gebeurt dan? Ja. Aan je gang. Shout-out naar Sienne. Ja, shout-out! Nou, ik zou wat leuk zeggen. Shout-out naar Mirjam. Yes. En dat ben jij. Nou, ik vind Mirjam wel best goed uitzien vandaag. Ja. En het is nog leuker als zij een bril draagt, zodat hij goed kunnen zien wat zij doen is. En daar ben ik heel trots op haar. Ja. Yeah! Respect voor een dame met een bril. Ja, heel leuk, Beert. En jij, als jij geen bril draagt, dan ben ik ook blij dat jij goed kan zien. Oh, nou, dat vind ik heel fijn. En dat is heel leuk om dat je meemaakt uit het leven. En ik ben blij dat jullie allebei op de wereld zijn. En zodat we samen op zoek naar leuke dingen. En voor jullie wens ik heel veel plezier. Dankjewel. Samen maken we mooie dromen uitkomen. Ja. Yes. Nou, nou was fijne heel dag leuk. Nog, fijne dag nog. Fijne dag en maken we wat moois van. Doeg. Ja. Doei. In Amsterdam Centrum ben ik aan het lopen. Opeens wil ik heel veel mensen tegenkomen. Die willen graag met mij op de foto. Hoi. Hallo. En ook al zegt iemand hoi, dan ik zeg ook hoi terug. Hallo. Hoi. Hoi, wil je op mijn filmpje? Ja hoor. Hoi. Ik vind jou hele lieve meid. Dankjewel voor aandacht. Oh ja. Met jou of andere guys. Doeg. En zo moet ik zo zeggen. Ik ben twee oh, mijn oren joh. Goedemiddag. Oh, goedemiddag. En ik heb een leuke twee mensen gevonden. Zij gaat een, voor mij filmen en ik ga hem optillen. Ze gaan mij optillen. Goeie challenge. Denk jij dat ik kan zo lang volhouden? Het is een sterke gast. komt ie, ja. Let's go. Ga gaan jongen. Ja, komt ie. Ga gaan. Okay. Even. 3, 2, 1. Wow. Op naar de duim. Hey. Hey, kijk. Wat? Ik ben sterk, jongen. Ja, dank je wel, man. Leuk genoeg. Oh, dit was een goede dag. We zijn hier aan het uiteten in het Mexicaanse restaurant. En ik heb Nina uitgenodigd om samen met mij naar omgaan in Amsterdam. En we hebben lekker eten op de tafels. En ik wens voor haar alvast eet smakelijk en drink smakelijk. Met Nina maken we samen een mooie dag samen van. Enjoy your meal, lieveling. Alsjeblieft. Wij zijn bij Oostelle en we gaan browsen op onze avond. Ten eerste ging zij trakteren met lekkere groene koffie. En daarna in de avond ben ik aan de beurt, trakteer ik op haar drankje. En dat is eerlijk. Wees lekker eerlijk zijn en serieus. En maak er wat moois van en spontaan zijn tegen elkaar. En dan is het een klik. En ik hou van jou. Je bent de mooiste wat er is in de avond. Proost op jou, Nina. Yay! We zijn aan het rennen. Tempo! Race tegen de tijd. Maar zij moeten met het metro. Ik wens van haar alvast heel veel plezier met terugreizen. Dankjewel. Jij ook. Dankjewel, lieverd. En mooie dag. Ik ben echt zo vrolijk dat ik iemand vrolijk heb gemaakt. En het mooiste wat er is, is een centjes. Op de pad. En niemand pikt hem op. Het is maar 10 cent. Joepie. Ik heb geluk. Ik kijk ineens naar beneden op de grond. En toen zag ik opeens 10 cent. Het lijkt alsof ik mezelf heb iemand blij gemaakt. En vervolgens ga je richting naar het treinstation en staat ook alvast een 10 cent op de stoep. Zonder doorhebben, maar het is heel bijzonder. Het is echt real 10 cent. Maar ik ga deze in mijn portemonnee inzetten. Ik ben er, jongens! Hey. It's the party time! Tango! Tango! Yeah! What a face, man! Hey, kerel! Magische kracht, FaceTime! Joehoe! Leuk genoeg, wat een boy! Boy, boy! Woehoe! Yo,
Hey. Chips, dat... Chips. Goedenavond, jong. Alles goed? Goed zo. Hey! Ah, ja, nou zo, is hier. Hey! Dat was leuk genoeg. Wat een feest. Hey, ik ben veilig thuis. Ik ga jullie afsluiten. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Later!